De kou hier in Gangneung heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een heerlijk zonnetje en een behoorlijk harde wind. Maar dat mag de pret niet drukken, want Sven Kramer heeft op dag 5 van het Holland Heineken House goud gewonnen op de 5 kilometer. Wat knap en wat een druk heeft die jongen gekend en gevoeld. We hebben geen huldiging gehad, want hij moet zich natuurlijk nog focussen op de 10 kilometer. Dat gaat allemaal ingehaald worden. Daarnaast hebben we een borrel gehad van friends en families van de atleten. En voor mij was dat wel speciaal, omdat natuurlijk een deel van de families, dat ik die ook nog wel ken van mijn eigen shorttrack carrière. Dus het voelde eigenlijk als één warme familie bij elkaar. En we hadden ook nog hoog bezoek. Plotseling kwam de koning ook nog even een kijkje nemen en de mensen heel veel succes te wensen. Heel bijzonder en nou, ik kan niet wachten op weer heel veel mooie sportprestaties en huldigingen hier in het Holland Heinekenhuis.